Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. Eerst even een rectificatie. In het nieuwsitem over het afscheid van de heer Lichthart als dirigent is door de schrijver van het nieuws een fout gemaakt. De naam van de nieuwe dirigent moet zijn Niels Loosen. Onze excuses. De gemeente geeft aan dat er op dit moment 133 vluchtelingen verblijven in de gemeentelijke opvang Oekraïne. Meer dan de helft van hen is ook aan het werk. De vluchtelingen zijn inmiddels ook buiten de gemeentegrenzen aan het werk. Deze week starten 24 mensen bij de veiling in Naaldwijk. Volgende week beginnen er nog eens 24 met werken in de sierteelt. Samen met de 30 vluchtelingen die al aan het werk zijn, komt het aantal op werkende vluchtelingen op 78. NL Doet zet vrijwillige inzet in de schijnwerpers en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en te ervaren wat het doet als je vrijwilligerswerk doet. SWO doet hier zelf ook actief aan mee, op vrijdag 10 maart. In het jaar dat ze 25 jaar bestaan, gaan ze samen met de beroepskrachten, het bestuur, vrijwilligers en geïnteresseerde inwoners minimaal 25 klussen uitvoeren bij mensen thuis. Ook het college en het energieteam steken die dag de handen uit de mouwen en gaan samen een klusje klaren. Hierbij wil men bij inwoners met een kleine portemonnee energiebesparende materialen in huis aanbrengen. Kent u iemand uit de gemeente die we hiermee blij kunnen maken? Neem dan contact op met SWO Drimmelen. In heel Nederland is de woningnood hoog. Dat is een feit. Daarnaast hebben we te maken met een toenemende vraag naar opvangplekken door het hele land. In december maakte de Baroniegemeente afspraken over de opdracht die er ligt op het gebied van opvang en huisvesting van aandachtsgroepen. Het college van BMW hecht veel waarde aan de gedachten van de raad. Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad een mening te vormen over het verlengen van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Het college neemt uiteindelijk het besluit over de exacte invulling. Op 16 februari staat het onderwerp op de agenda voor de opinieronde. Het regionaal mobiliteitsteam West-Brabant Werk Door start deze week een campagne voor mensen die aan het werk willen, maar daar extra ondersteuning of hulp bij nodig hebben. De campagne wordt uitgerold in de gehele arbeidsmarktregio West-Brabant. Werkzoekenden worden erop geattendeerd dat er in West-Brabant veel baanmogelijkheden in de zorg- en energietransitie zijn. Ook wanneer iemand niet de juiste papieren op zak heeft. Men wil mensen die ondersteuning nodig hebben om te solliciteren op een dergelijke baan stimuleren contact op te nemen. Ook kan men hulp bieden als er scholing, loopbaanbegeleiding, een opfriscursus of een sollicitatietraining nodig is. Op 10 februari kreeg onze 31-jarige burgemeester Boy Scholtsen de trofee voor de jongste burgemeester van Nederland. Deze rode lantaarn werd in het gemeentehuis van Drimmelen aan hem overhandigd door de 34-jarige burgemeester Magda Jansen van de gemeente Woudenberg. Samen met de rode lantaarn kreeg burgemeester Scholtsen ook de strippenkaarten voor het maken van ommetjes in onze gemeente. In alle dorpskernen kun je merken dat de carnavalskoorts weer toeslaat. Er wordt weer allerlei activiteiten georganiseerd en veel bouwers zijn hard bezig om hun carnavalswagens af te werken voor de diverse optochten. Bij Omroep Drimmelen is het weer tijd voor de carnavalstop 30 bij Omroep Drimmelen. Tegenwoordig niet alleen op de radio, maar ook op tv. De opnames hiervoor zijn in volle gang. De opnames van de radio zijn te beluisteren op 14, 19 en 21 februari tussen 6 en 9 uur 's avonds. De lijst is samengesteld door de luisteraars van onze omroep. Buiten deze lijst zal er ook andere carnavalsmuziek gedraaid worden. Ben jij ook benieuwd geworden wie er op één staat? Kijk en luister dan naar Omroep Drimmelen. Dit was dan weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat er een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. 42 Actueel wordt op werkdagen van 10:30 en 11:30 ochtends ook uitgezonden op Omroep Drimmelen Radio. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag weer, tot volgende week.